Nou, lieve vrienden, ze zijn bijna bij de brug, want ik sta nou op de brug. Moet ik weer kijken. Bij dat donkere huis. Ja, lieve vrienden, een hele goede morgen nog. Het is 2 juli. Leven op vrijdag en het is 11:29. Dus ja, ik wens jullie natuurlijk weer een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ik ben Corina en mijn dames, dat is Rijka en Elwing. En dan heb ik nog een lieftallige kat, die heet Kandalf. En het is een prachtig mooi weer. Het zonnetje schijnt hier en daar, een schapenwolkje. Wat maakt dat uit, dat schapenwolkje? Maar het maakt mij weer blij. En toch is het ook weer een verdrietige dag. Want er is hier een kapper, een meneer. Die was als beroep was die kapper en hij had eigen zaken, eigen winkels, laat maar zeggen, waar je kon zitten te knippen. Maar die meneer die is afgelopen zaterdag, geloof ik, overleden. Zomaar van het een uit het ander naar het niets. Zo staat hij nog in de zaak en toen zwaaide hij nog naar iemand die bij mij ook op visite komt zo nu en dan enkel niet op de vlog komt. Want dat wil die persoon niet. Nou ja, daar heb ik respect voor. En nou is deze meneer dus overleden. Zo zwaaide hij nog en zo is hij weg. Nou komt er vanmiddag om 1:00 een erehaag en daar wil ik natuurlijk wel op tijd bij wezen, want ik neem jullie mee. Het hoort bij het leven, weet je. Dus ja, dat probeer ik natuurlijk wel weer er te filmen, uiteraard. En ik probeer mijn best daarin te doen en natuurlijk mijn medeleven te tonen en ook aan de rest van de mensen. Het is verschrikkelijk. Ja, je hoort dingen gonzen van hier her en der door de stad heen. De een die zegt van een hartvlamming, meteen weg. En de ander die zegt, hij heeft een einde gemaakt aan zijn leven. Wat er allemaal van waar is, wie er gelijk heeft, ik weet het niet. Ik hou het mooi in het midden. Hij is gewoon heen en naar de hemel. Nou ja, een mooiere plek kun je niet krijgen, maar toch, ja, daar schijnt het mooi te zijn. Ik heb het ooit eens voor de poort gestaan en toen heb ik inderdaad het licht gezien. Maar het was nog te vroeg voor mij. Mijn leven hier op aarde was nog niet klaar, dus ik werd weer teruggestuurd. Ja, maar oké, we gaan gewoon door met die banaan. Ik zit nog even een broodje te eten, dan ga ik de dames uitlaten. Ik heb ook nog koffie achter me staan. En dan ga ik de dames uitlaten en dan zullen we richting de stad. En dat wordt een apart vlogje weer, dat van vandaag. Wat er rondom erheen gebeurt, zoals hier thuis, dat laat ik weer achterwege, dat hoort er niet bij. Dus ja, enkel dat stukje, die erehaag, dat doe ik even helemaal apart. Ja, dat lijkt me een strak plan. Dus ja, lieve vrienden, ik zeg geniet van alles en ook met wat ik doe en geniet met mij mee van mijn dagen, van mijn leven en dan komt toch alles goed. Ja, als je het maar samen doet, komt alles goed. Je moet niet zijn en naar een ander toe en als je dat niet bent, ja, dan scheelt er iets aan. Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei! Nou, lieve vrienden, ik ga me klaarmaken om er naartoe te gaan. Dan weten jullie dat even en het wordt een aparte vlog. Dus ja, dat haal ik hier er weer uit, maar dan weten jullie dat even. Waar ik ook vanmiddag nog langs wil en dat zet ik hier weer bij in. Dat is naar de walbeskoeiing. Ja, want dat begint steeds verder op te schieten en ook bij die...
nieuwbouw gaat het heel mooi worden. Dus ja, ik ben benieuwd. Dat laat ik jullie ook even zien. Dus komt allemaal goed, lieve vrienden. Tot later. Nou, lieve vrienden, ze zijn bijna bij de brug. Want ik sta nou op de brug. Ja. Maar ik heb hem net gesproken. Daar gaat hij. En nou, hij vindt dit eentonig werk. Normaal is hij stratenmaker. Dus ja, daar legt zijn prioriteiten. Hè, jongens, de mond vol. Dus ja, hij mag dat liever doen. Want dit is iedere keer hetzelfde. En stratenmaker kennelijk niet. Ik vind dat ook hetzelfde. Want je moet iedere keer een steentje neerleggen. En een glad strijken. En weer een steentje neerleggen. En aanklappen met een rubberen hamer of wat dan ook. En ja, ik weet het niet. Maar dat lijkt me ook steeds eentonig. En dat schijnt dit dus ook te zijn. Dus ja, en nou wordt er andere week... Wordt het ook verankerd of zoiets? En dan moet aan die kant, dat is hier ook in de verre verte. Ik zal proberen in te zoomen. Daar, dat is daar rode paaltjes. Andere week is de gracht afgesloten. Ik ken wel met de honden er langs. Maar geen verkeer kan er langs. Dan moet daar een kraan komen en die maakt deze kant dan helemaal kaal. Net zoals die kant, want die moet ook kaal. Daar, en dan wordt deze kant ook helemaal kaal gehaald. Dus ja, dat wordt andere week dus gedaan. Dus we gaan het weer volgen. Ik neem dat gewoon iedere dag een beetje mee. Of om de dag gewoon kijken hoe en wat. En dan gaan we dus eventjes kijken. Ik, bij mijn lens wezen. Ik kan dat niet, hè. Ja. Daar naartoe. In de bocht. Gaan we kijken. Ja. Daar netjes wordt. Dus komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen tot zometeen. Nou, lieve vrienden. Het is dus... Dat weer stond er al. Dat achterste gedeelte stond er ook al. Maar die vier huizen die aan de voorkant staan, die stonden er dus nog niet. Die zijn nou net pas gerealiseerd. Ik denk dat er zelfs al één is opgeleverd. Want ik zag met het weekend mensen. Moet ik weer kijken. Bij dat donkere huis. Heen en weer lopen, dus ja, ik weet het niet. Maar ze zijn er nou bezig om het eigenlijk mooi te maken. Ja, mooi, mooi. Tuintjes, ik weet het niet. Er komt donker aarde bij, ik weet het echt niet. Ja, er komt de straat nog te lopen, want waar ik dus loop met de boefies, is daar aan de overkant, dan loop ik er helemaal achterlangs. Maar daar is momenteel geen trottoir, dat is gewoon zand. Dus moet ik over de weg een stukje. En dat is dijkzicht. Dat is een tehuis voor demente mensen. En ook mensen die nog wel goed zijn. Want ik ken er ook eentje die daar woont en die mag alleen nog de deur uit. Maar zij is ook dan de enigste die de deur uit mag. De rest mag niet alleen de deur uit. Dat wordt onder begeleiding van. Dus ja. En als je daar helemaal bovenin woont. Ja, dan kan je naar Texel kijken en verder. Dus ja. Zo is dat. Dus ja, nou gaan we weer naar huis toe. Ze zeggen tot straks. Ja, zo lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ja, ik ben ook langs de gracht even geweest. En ik had wel gegeten dat ik wegging. Voordat ik met de hondjes ging al. Maar ik heb nou weer zin dat ik weer even een broodje gemaakt. Even lekker. Dus die ga ik zo even genieten. En ik ga eventjes voor mezelf even mijn hoofd leeg maken. Even met mijn spel bezig. Daarna zal ik datgene wat apart moet er even van mijn mobiel afhalen en in elkaar gaan zetten en naar YouTube brengen. Want dat heb ik weer beloofd. En
eventjes aan die ene mevrouw, ik ken je niet, maar respectloos, hè? Weet je wat ik respectloos vind? Om dat tegen mij te zeggen, dat ik respectloos bezig was. Nou, ik zal je vertellen, mevrouwtje, dat ik niet respectloos bezig was, want de hele media die wist het al. Ja, en of ik nou ook op YouTube zet, dat maakt niks uit. En daarbij, de familie is me dankbaar. Want ze kunnen terugkijken wanneer ze hun willen. Vind je dat? Geweldig, toch? Heerlijk. Ik mag blij wezen dat ik zo'n leuke hobby heb. Ik mag blij zijn dat er mensen zijn die mij dankbaar zijn dat ik het doe. Ja, dat is even voor u. Dus ja, lieve mevrouw, het spijt me, u was respectloos. Maar ja, oké. Gedane zaken nemen geen keer. Nee, het is gebeurd, het is geschied. En ja, ik werd heel erg boos op u. Maar zand erover. En tot de volgende keer misschien weer, maar zeg het niet weer, want dan bats ik er wel in op. Ja, nou heb ik me netjes gehouden. Keurig netjes. Er waren meerdere mensen die ook trouwens zich vreemd gedroegen in mijn ogen. En wij wezen, en dat vind ik ook raar, wijzen naar een ander. Was weliswaar niet naar mij hoor, nee. Hou me ten goede. Maar er werd gewezen. Wijs niet, weet je. Als je het over iemand hebt, moet je er niet naar wijzen. Maar ga naar diegene toe en praat tegen diegene. Maar niet achter de rug om. Nou. Dus, maar oké. Ik ben weer thuis, blij met mijn hondjes. Hé, ja nou? Jij? Jij bent lief, hè? Rijka lief, hè? Is Rijka lief? Jij? Rijka lief. Boefie. Nee, ik kan het al anders doen. Draai. Oh, en dan hebben we Rijka in beeld. Ja. Rijka in beeld. En daar ligt onze helving weer natuurlijk. Zoals gewoonlijk. Ja. Hé? Maar oké. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Ga ik ook verder doen. Doe het met een lach. Wees blij, wees vrolijk. Ja, dat doe ik ook. Althans, probeer ik te doen. Ik zeg het, tot later. Doei, doei.